zie ook niks bijzonders hoor. Voor het rijden. Voor de knelling. Naar. Die mevrouw die gaat zo meteen naar. Over. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We gaan straks beginnen met een video waar Michael's derde dienst heeft gevlogd voor ons in de tijd dat ik op vakantie was. Maar we beginnen eerst even met beelden die opgenomen zijn door Team Verkeer en de collega's uit Utrecht Centrum en Utrecht Noord. Van een mooie hete daad situatie van een aantal auto-inbrekers. Daar beginnen we eerst even mee en dan gaan we daarna naar Michael. Eentje stapt weer uit. Gaat nu weer in een auto schijnen. Die witte Audi is interessant, jongens. De witte Audi is interessant. Daar heeft hij mogelijk iets in zien liggen. Gaat hij weer kijken nu. Hij loopt terug naar zijn eigen auto. De tweede stap nu ook uit. Dat is trouwens een meneer met een spijkerbroek, zwarte jas. Kale kop. Pakken, hij nu. Oprijden, oprijden. Allemaal oprijden. Actie nu, actie nu, actie nu, actie nu. Actie nu, hij zit er nu in. Diegene met de kale kop zit erin. Actie nu, kale kop zit erin. Die heeft iets gehaald. De gaard, actie nu. De gaard, actie nu. Hij gaat nu wegrijden. Ze gaan rijden. We rijden nu de parkeerplaats af. Komen nu de collega's tegemoet. Dit zet jongens, klasse. Lekker jongens, lekker klasse. Oh, klasse OC, tweemaal aanhouding. Lekker dit. Zo, goedemiddag allemaal. Nou, we zijn begonnen aan de late dienst van dag 3. Dat betekent dat we weer op pad gaan. En zoals jullie kunnen zien, er zit nog steeds niemand naast mij. Ook Jan Willem dus niet. Die heeft nog steeds lekker vrij. Die mag wel de beelden gaan editen die we vandaag weer gaan maken. En eigenlijk zijn jullie een beetje passagier, want ik heb weer een GoPro opgehangen naast mij aan de stoel. Dus we gaan kijken wat de late dienst gaat brengen. We gaan weer op pad in Utrecht-Zuid. Zo, wij gaan onderweg richting de eerste melding voor mij dan. We hadden net een melding van een reanimatie. Er waren genoeg eenheden bij in de buurt. Plus in verband met mogelijke coronabesmetting mogen we natuurlijk ook niet met zoveel personen bij elkaar komen. Dus daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden. Met, stel je voor dat er wel iemand corona heeft, dan heb je het probleem dat je natuurlijk in één keer een heleboel collega's kwijt bent. Dus er zijn speciale protocollen voor opgesteld dat we niet met te veel collega's daar staan. Want de brandweer die komt natuurlijk en de ambulance die komt. Maar wij gaan naar de eerste melding. Een overlast van een verward persoon op straat. Die zou aan het schreeuwen zijn en we gaan eens even kijken of we die gaan aantreffen. Dus dan gaan we naartoe rijden en dan eens even kijken wat deze beste meneer aan het doen is precies. Nou, in de omgeving uitgekeken naar deze meneer. Die verder niet aangetroffen. We hebben ook verder geen belletjes gehad van andere mensen. Andere collega's hebben hem niet gezien. De cameratoezicht in deze omgeving die gaat nog wel even kijken of die misschien nog in beeld gaat komen op de camera's. En voor de rest houdt het op. Hey man, je rijdt zonder verrichting. Je moet hem even klikken. Ja, heel goed. Anders zien ze je niet aankomen. Dankjewel. Oké, en een gordeltje even om, hè? Dankjewel. Yo. Ik krijg een melding binnen dat er iemand met zijn scooter over de snelweg aan het rijden is. Dus daar gaan we even naartoe. Blijkbaar is het niet zodanig gevaarlijk, want de meldkamer geeft ons daarvoor nu momenteel nog geen toestemming. Mocht het wel gevaarlijk zijn, dan gaan we natuurlijk gewoon met toestemming die kant op. We zijn met meerdere eenheden die kant op en dan... Hopen we dat we een beetje door het verkeer heen komen, want we zitten midden in de spits. Dus we gaan even die kant op en dan gaan we even kijken wat daar precies aan de hand is en waarom die persoon met zijn scooter midden op de snelweg rijdt. Aan locatie.
situatie mee gekregen? Dat ze hier iets staande hebben bij 57.4. Ja, Rijkswaterstaat met een takelwagen, die heeft een scootertje erachter staan. Dus ik ga daar even kijken. Ik ben van Brogel, ik heb een scooter aangetroffen, vluchtstreek. Ja? Rijden die vanaf wat is het knoop het Oude Rijn al, ben er achter gaan hangen met oranje, is een blauw plaatje. Ja? Heen en weer. Uiteindelijk zijn ze hier gestopt, er is nu maar 1-2 gebeld. De Berger is gekomen, maar... Weet je, Raval, moeder is er nu ook. Hij heeft geen rijbewijs bij zich, niks had hij te vertellen. Dus, oké. Bijzonder. Dus mijn zusje had de Google Maps. Dus op een gegeven moment komen we op een industrietrein. Dus hij zegt, nou, je moet die kant op. Maar ik zeg tegen Nina, volgens mij zit ik nu op de normale weg. Nee, want dat kon, want hij was op een loopbaan. Ik denk, ik durf ook niet terug. Nee, oké. Okay. Hey, heb je iets van legitimaties bij je? Het komt in het kort erop neer. Hij heeft een route gekregen, hij is hier op de snelweg terechtgekomen. Hij zit achterop dat ding, op die navigatie. En ja. Hij is natuurlijk aan het rijden. Geen rijbewijs, hè? Maar dan komt hij er maar niet uit. Nee, maar dat heb ik echt. Ik heb hem recent gehaald. En wat is recent? 2 weken. Oké. Okay. Wat wij gaan aanspreken is je komt met je rijbewijs langs het politiebureau op de Marco Polo Laan nummer 6. Weet je te vinden? Daar kom je naartoe om je rijbewijs te tonen. Ja. Dan moet je morgen overdag even komen doen. Want morgen zijn we namelijk open. Okay. Heb je morgen voor 5 uur geen rijbewijs getoond op het politiebureau, dan krijg je van mij daar een procesverbaal voor. Okay. Je krijgt van mij wel een procesverbaal voor het rijden op de snelweg. Ja. Ja, want je kan zien hoeveel er nu voor opgetuigd wordt. Ja. En het is gewoon levensgevaarlijk. Ja, dat was ook heel moeilijk. En de taakauteur neemt de snorfiets nu mee. Ja. Die mevrouw die gaat zo meteen achter jou aanrijden. Ja, kijk maar even waar je hem eraf dropt of zo. Ik weet niet hoe je dat verder gaat doen. Ik weet niet van bovenaf. Maar... Ja. Hey, dankjewel. Lekker. Yes, jij ook. En misschien tot de volgende. Ja, yo. Zoals jullie konden zien, het snorfietsje was al staande gehouden door de mensen van Rijkswaterstaat en van ProRail. Dus dat was fijn. Die was al veilig aan de kant gezet. Die meneer die gaf aan dat hij de weg niet kende en de navigatie volgde. Nou ja, vind ik altijd een mooi verhaal, want dan denk ik, ja, als de navigatie zegt ga hier rechtsaf en je rijdt het water in, dat zou je ook niet doen, lijkt mij. Dus daarom zeg ik altijd, navigatie kan wel iets roepen, maar je bent zelf altijd natuurlijk nog de bestuurder, dus ja, weet wat je doet. Die meneer heeft wel een bekeuring gekregen voor het rijden op de snelweg. Hij kon ook nog geen rijbewijs tonen, dus daarvoor moet hij ook nog naar het bureau toe komen. Daar heb ik een afspraak voor hem met gemaakt. Hij gaat afgetakeld worden door Rijkswaterstaat. En Rijkswaterstaat die verhandelt het verder nu met deze meneer af. En wij gaan door richting het bureau en dan gaan we even een hapje eten, want het is deze tijd. We kregen een melding van jongeren die een prullenbak in de fik hadden gestoken, blijkbaar volgens de melder. Horen kennelijk. Maar wij zijn niet gekoppeld aan de molenpark. Dus of u ons nog zou willen koppelen, één ding nodig. Ja, ik heb ook al die prullenbakken bekeken. Ik zie ook niks bijzonders hoor. Dus voor mij mag hem afboeken. Ik ben door het hele park heen gelopen. Ik heb geen prullenbak gezien die in de fik stond. Ik heb wel een aantal prullenbakken gezien die door vuurwerk waarschijnlijk zijn opengeklapt. Dan wel kapot zijn gemaakt. Dat gaat naar de gemeente toegezet worden. Dat de prullenbakken hier weer zo snel mogelijk dichtgemaakt moeten gaan worden. Voordat straks alles kapot is. Want het kost ons als belastingbetaler weer een hele bult geld. Ik ga dat doorgeven aan de gemeente. En dan hoop ik dat die prullenbakken snel weer dicht zijn gemaakt. Ik kreeg een melding van een vechtpartij bovenop het Bolle Dak, noemen we dat, hier bij het station.
Nou, ik zat letterlijk om de hoek, dus ik was er aardig vlot. Alleen, we kwamen ter plaatse en de vechtersbazen waren al uit elkaar. We zijn alle twee een andere kant op gegaan, dus ja, houd op. Gaan wij weer met vervolg. Goedenavond, alles goed? Ja, ik rijd hier net een tijdje geleden reken al langs, toen zag ik jullie hier al staan. Het is maximaal 30 minuten zitten hier. Het is namelijk een overlastlocatie, dus we houden er wel een beetje controle op. Ja? Oké, okay, als jullie zo meteen weg zijn, dan is het goed. Zo weer terugkom en jullie staan er nog steeds? Oké, okay, helemaal top. Hey, fijne feestdag gewenst. Oké, okay, tot ziens. Hier is er nu ingesprongen, ja, maar die stond er net. ANPR-hit, zoals we dat noemen. Niet meer aangetroffen. Jammer genoeg, want het was wel een interessant voertuig voor ons. Ja, dan gaat het even snel. Dan krijgen collega's die krijgen zicht op een auto die gestolen is. Maar ze moeten eigenlijk even keren op de rotonde waar wij nu toevallig ook op keren. En op dat moment springt de bestuurder springt uit de auto, die gaat rennend de wijk in. Dat krijgen wij dan te horen en gaan we zoeken. Alleen tot nu toe hebben we die nog niet aangetroffen. We weten wel vermoedelijk wie het is. Dus we gaan daar even naar kijken. Maar in het voertuig zaten nog drie personen. En die zijn aangehouden allemaal. Omdat ze in een gestolen voertuig zaten. En ik ga even kijken of ik die persoon nog kan vinden. Ja, ik moet het van de rem af. Even een kleine update voor wat betreft die gestolen auto. We weten wie de bestuurder is, dus die gaat ook zeker weten nog wel binnenkomen. Ja, momenteel kunnen we hem niet meer vinden in de wijk. Wij gaan weer verder en de collega die wacht nog heel even met de auto voor de takelaar. En dan gaat hij hier meenemen en dan kunnen ze het laatste stukje papierwerk doen. En dan is dat ook weer gedaan. Nou, krijg een melding binnen van overlast van wat jeugdigen. En dan zal ik hem even doorlezen. Er staan wat jeugdigen die staan te hangen onder een carport waar ze dus niet thuis horen. En melder heeft daar last van. Ze staan ook mogelijk te blowen. Een van de buren die heeft die jongens al aangesproken. Alleen dat resulteerde in dat ze alleen nog maar vervelender werden. Dus ik ga die kant even op. Even kijken wat voor jeugd het is. En even kijken hoe ze zich gedragen. En eens even een gesprekje met ze aangaan. Nou, ook deze kleine meldingjes die hebben ze zelf opgelost al. Weer. Want de jeugd is weg. Tenminste, er is niemand meer. De melder hoort ze ook niet. Dus dan zullen ze ook echt wel weg zijn. Dus ja, houd op. Wij gaan hier weer met vervolg. Hoor ik het al? Nee, ik weet het niet.
Ja, het is zo'n dienst dat alles mee lijkt te vallen. We kregen een melding van een mogelijke hete daad inbraak. En nou, ter plaatse bleek het een medewerker te zijn die aan het afsluiten was. Dus ook die spannende melding houdt weer op. Dus ja, het is niet anders. En toen zat de dienst erop. Het was voor mij wel druk. Ik ben wel druk bezig geweest. Ja, er was niet heel veel bijzonders, niet heel veel spectaculairs. Of we waren elke keer net te laat. Maar ja, dit was de derde dienst. Derde late dienst. Ja, ik kan er verder niks meer van maken. Ik zeg, ik hoop dat jullie het allemaal wel leuk hebben gevonden om even te kijken. En laat even een duimpje achter als je het leuk vond. Abonneer even op Jan Willems zijn kanaal, want dat vindt hij ook leuk. En morgen de laatste uit vier late diensten. Dan is het kerstavond. Ik vermoed dat het rustig gaat worden. Gezien iedereen met kerstavond wel wat leuks gaat doen. Hopelijk. In zoverre het kan natuurlijk. En ik ga morgen wel weer op pad. En ik neem de camera's weer mee. Dus misschien dat morgen wel wat leuks gebeurt. En dan zullen jullie het zien in een van de vlogs. Ik zeg allemaal tot de volgende keer.